dit weekend pianist Louis van Dijk overleden. Hij kreeg enorme populariteit door zijn optredens. Van jazz tot klassiek tot populair. Louis van Dijk was al langere tijd ziek. Hij studeerde klassiek piano aan het conservatorium. Maar al gauw kwam de jazz in zijn leven. Hij hield van allebei en vooral van improviseren. In de jaren 60 speelt hij met Lisbeth List en Ramses Shaffy. Hij wordt bekend bij het grote publiek door zijn optredens met de gevleugelde vrienden Wim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Dat is mij door de orthodoxe jazzjongens altijd verweten, zei hij daarover. Maar dat vond hij een burgerlijke houding. 2 jaar geleden gaf hij zijn laatste concert. Hij stopte met optreden omdat hij de ziekte van Alzheimer had. Maar hij ging door met spelen. Want als je improviseert, schakel je eigenlijk alles uit, zei hij. Het is eigenlijk een soort... Aan de ene kant is het durven te springen zonder valnet. Mm-hmm. En aan de andere kant is het in een soevende Amerikaan over een hele lange weg in Amerika rijden. En het gaat altijd goed. Hij vond het leuk om mensen naar zijn muziek toe te halen. Als ik ergens heb gespeeld, moet iedereen van me houden, zei hij. Anders heb ik het niet goed gedaan. Louis van Dijk was 78. Ja, tot slot nog even de Bollevelden.